ik wens je een hele goede morgen. En zoals je ziet, een lekker t-shirt. En het is lekker weer. En alle dames lopen we lekker bijna half dood buiten. En sommige wel nog niet. Ik vind het zo mooi om hier in te zijn. Dus vandaar is het leuk voor jou met een nieuwe dress. En ja, ik ga het weer hebben over seks met een handicap. En hoe ik het voor de eerste keer ervaren heb. En nog mensen zijn die nieuw op mijn kanaal. En ja, ik had misschien kunnen nog een keer vertellen erover hoe het was en hoe ik dat ervaren heb. En hoe ik dat nu een beetje doe. Zonder dat ik een relatie heb. Of geen vriendinnetje heb dat ik het heel erg mis. En heel erg wil een relatie. Dus ja. Ik was ongeveer 21 jaar oud en op een gegeven moment had ik een lieve vriendin. Ik hoorde naam, maar misschien niet echt van toepassing, maar ik vind. Dus dat was meisje had ik wel een mooi lichaam met een navelpiercing. Daarom ben ik ook heel erg nu echt in piercings van een meisje. Dat hoeft natuurlijk niet, dat mag natuurlijk altijd. En ja, ik vind het echt heel mooi om het te zien. Dus vandaag had ik echt zoiets van, wauw, wat tof. Ik had met zo'n mooi iets in de buik. Of op de lichaam van sieraad. Ik wist nog wat het was. En sindsdien weet ik het wel en ik vind het heel erg mooi. En ik moest ook niet piercings. Dus ik ben praktisch. Dus vandaag heb ik geen piercings. Ooit een keer naartoe. Ooit een keertje wel. Maar dat doet het niet. Toen was ik nogmaals 21 jaar oud. Dat was de eerste keer 16 jaar. Het ging best wel heel leuk. Als je wil zien, ga het niet meer op het eentje. Dat heb ik van je ogen gemaakt toen de tijd. Nu mag je ook een keer kijken als je wil een eentje aanklikt. Dan zit je in de video. Dus dan kun je gaan bekijken als je de wil. En de video natuurlijk. En ja. Ik zal verder niet vertellen hoe het daar ging, dus dat zie je natuurlijk in een andere video. En ja, dus was, toen had ik zoiets van, oh, dat gaat fijn. En heel prettig gevoel. En ja, dat een beetje. Dus ik vond het wel prettig iemand om me heen te hebben die lief voor me was. En ik vind het een liefde persoon. Zo was het gewoon. Heel prettig. Dus zo doen we weer zoiets van, joh, we hebben lekker nu iets met elkaar. En ja. En dan nu ga ik vertellen hoe ik het nu oplos. Is geen flexzorg, dat doe ik echt voor mezelf. Dat hou ik voor mezelf. Zien dat jullie het wel weten, maar ik denk wel dat jullie het wel een beetje kunnen raden. En waarom hou ik het voor mezelf? Is dat ik het echt een beetje moeilijk vind om over te hebben. Want ik weet niet waarom het zo is, maar het is een al best wel lang zo dat ik het moeilijk vind. Om over te praten, om, ik weet niet waarom, niet het schaamte natuurlijk, maar wel uit de hoop. Weet je, het is iets voor mezelf, het is iets voor mij. Wel een eentje van, joh, waarom zeg je het dan? Is omdat ik het wel wil benoemen en wel wil vertellen aan jullie. Dus. Vandaar. Dus, ja. Voor de rest is het gewoon. Vroeger had ik de flexzorg en dan ik de behoeftes mee. Sindsdien doe ik dat heel lang niet meer. Ik ben graag een relatie. Dus ik heb een meid om me heen die lief voor me is. Ik ben natuurlijk nu ook op oog voor liefde op de website. Denk ik zelf met een handicap. Van een handicap. Dus, Dat een beetje normaal. Dus ze doen dat niet zo goed. Je ziet het wel. En het is natuurlijk ook leuk om buiten te kijken naar leuke meiden. Ik wil even ook wat vertellen over. Ik had vandaag gisteravond een post gemaakt op mijn Insta. En er kan iemand op mijn Insta dan jij iets over vertellen. Hoe zij beter wist. Moet even luisteren. Ik heb het over de leiding. Dus ik heb het over te zeggen.
Mijn content, niet die van jou, dus stop ermee. Ik hou er niet van, dus ja. Dus alsjeblieft, doe dat niet, want ik heb daar geen zin in. Dan moet ik ook weer beperken of blokkeren. Toen ging ik gewoon geblokkeerd, want ik wil niet dat er negatieve reacties om me heen komen. Dus dan denk ik weer wat je. En je hart staat vol, want het is niet zo. En die pijn dat zo horen. Van joh, dit is toch wel, dus ja. Als jij een handicap hebt, laat het even weten hoe jij dit nu hebt gedaan. Of gewoon zonder handicap natuurlijk ook. Zou ik het heel leuk vinden. En het moet niet, het mag altijd. Dus ik denk het niet doen. Maar goed, als je dat kan, doe het mij in zin als je het moeilijk vindt. Kan natuurlijk ook, maar dan zag ik het in de video. Of niet op de stories. Dus dat kan natuurlijk ook in de DM of gewoon in de comments hieronder. Kan natuurlijk ook. Vond je het leuk? Doe zeker zeker met de duim omhoog. Vergeet je ons te abonneren als je niet bent. Zie je elke zaterdag een nieuwe video. Om 11 uur. En zo zeggen we het nou. Tot de volgende.